hij ligt er nog steeds. Zoals je merkt waait het veel te hard om te varen. We moeten het IJsselmeer over en daar is ook code geel voor afgekondigd. Dus helaas hebben wij een dag vertraging opgelopen. En morgen zien de voorspellingen er beter uit. Dus proberen we het morgen nog een keer. Afgelopen weekend werd de brug tijdens een mega-operatie van de fabriek in Weijen naar de loswal vervoerd. Omdat de brug zo groot is, moest hij rechtop vervoerd worden. De hele constructie was zo'n 30 meter hoog. Eenmaal bij de loswal aangekomen, werd er met de hulp van enorme hijskranen weer platgelegd. En dat trok aardig wat bekijks. Dat is wat. Dat is een constructie. Het is prachtig om te zien, ja. Toen de brug eenmaal plat lag, is hij op een pontonschip gereden. Vandaag zou dat schip richting Amsterdam vertrekken, maar door de harde wind moest dat een dagje worden uitgesteld. Of die vertraging gevolgen heeft voor het project in Wormerveer, waar de brug volgende maand geplaatst wordt? Nee, denk ik niet. Die ene dag die kunnen we alleen lopen. De brug ligt stevig vast op het ponton, dus die kan in principe nergens naartoe. Het is meer voor de schipper zelf dat het moeilijker is om mee te varen nu. En als de schipper dan ook nog, dankzij dezelfde wind die hem vandaag aan wal hield, niet eens naar het toilet kan, ja, dan is het echt zo'n gevalletje maandag.